Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Evert Oosdam en ik ga jullie vandaag alles vertellen over visstekken zoeken van achter de computer. Vind je dat interessant? Blijf dan kijken! <middels> Op het internet is heel veel informatie te vinden die je kan gebruiken voor het zoeken van visstekken. Nou, een van die hulpmiddelen is de website van Navionics. Is gewoon gratis uh, op te zoeken, kost niks. Je gaat naar de website toe, navionics.com, en als je die intypt, kom je op deze pagina. Bovenaan de pagina zie je het uh, woord uh, Chart Viewer staan. En als je daarop klikt, dan kom je op deze pagina uit. En dit is de pagina waar je eigenlijk al jouw visstekken kan vinden. Voordat we stekken gaan zoeken, gaan we eerst even de instellingen goed zetten. Nou, onderaan de pagina zie je hier het menu staan. Daar gaan we even op klikken. En dan komen we in het menuscherm. Nou, aan de linkerzijde van het menu staan een aantal opties en wat voor ons nu even belangrijk is is de optie settings. Dan zijn we bij de Setting opties. Nou, we gaan eerst even kijken bij de map opties. Bij de map opties kan je dus een aantal instellingen doen. Euh, zoals een overlay, de satelliet en het terrein. En ook de diepte. Nou, als je geen overlay kiest, dan, dan zie je eigenlijk het scherm wat, wat je nu ziet staan. En dan zie je eigenlijk euh, drie kleuren. Wit, blauw en, en geel. Klik je op satelliet, dan zie je gelijk het scherm veranderen. Je ziet dus andere kleurstellingen komen en je ziet dus ook een andere overlay. Dus het geel gaat weg en je hebt eigenlijk een soort uh, ja, Google Maps idee. Klik je op terrein, dan krijg je eigenlijk deze instelling te zien. Dat is meer een soort kaartachtige overlay. Ik persoonlijk werk altijd het liefst zonder uh, enige overlay. Dus ik zet hem weer even terug. En dan kom ik uit weer in deze setting. Om even goed een duidelijk beeld te geven. wat die safety depth, ja, die diepteinstelling nu uh, precies doet. ga ik even inzoomen op de kaart. Zodat je duidelijk kan zien wat de verschillen zijn. Of je hem bijvoorbeeld instelt op 0 meter. of dat je hem helemaal instelt op 20 meter. Wil je inzoomen? Rechtsboven zie je de plus- en de minknop. En als je daar op klikt, kan je dus helemaal gedetailleerd inzoomen op, op jouw stek. We gaan met de cursor, gaan we op het grijze balletje staan. We slepen hem naar rechts en we zetten hem op 20 meter. Nou, je ziet de kaart, zie je helemaal gaan veranderen. In het vorige scherm, toen zag je nog uh, wit accenten en nu is eigenlijk alles blauw. Mijn persoonlijke instelling, ik zet ze altijd het liefste op een meter of 5. Dat je echt de verschillen ziet tussen met wit, de diepe water, lichtblauw en donkerblauw. Dan zie je veel beter en gedetailleerder de instellingen van je kaart. Ja, dat zijn persoonlijke keuzes. Hè. Ik zet hem dus weer terug van 20 naar 5 meter. Het scherm staat nu weer terug op 5 meter ingesteld. Je ziet nu dus weer wit. Je ziet wat blauw, je ziet wat groen. Nou, ik ga jullie even uitleggen wat, wat het nu eigenlijk is. Wat, wat wil die kaart nu vertellen? Nou, als we bijvoorbeeld hier kijken, hier zie je eigenlijk een onderwater eiland. Nou, je ziet hier ook staan 4,5 meter met daaromheen eigenlijk een, een cirkel getekend. Hè, 6 meter. En die loopt eigenlijk hier af. Naar een meter of zeven. En hier loopt hij eigenlijk af naar een meter of negen. Nou, dit kan alweer een potentiële stek zijn. En Dit zijn zeg maar, de, ja, ik noem dat altijd onderwater eilanden. En dat trekt altijd vis aan. Dus eigenlijk, diep water ligt eromheen. En er ligt eigenlijk een heuvel. Dus dit zijn eigenlijk al potentiële stekken waar je kan vissen. Nou, ga je iets naar beneden, dan zie je hier eigenlijk een heel mooi taluut liggen. Nou, dit is een hele ondiepe plaat. De staat maar hier op het uh, ondiepste gedeelte, is 1,2 meter. En dan loopt hij langzaam af naar 2 meter, naar 3 meter, naar 4 meter. En de andere kant op, Aak Idem, er zit hier een uh, kleine gully in, naar 3,5 meter. En dan loopt hij zo langzaam weg naar 4,5 meter en naar diep. De zijkanten daarentegen. Loopt die eigenlijk stijl af? Tot eenmaal hier ligt een gat van 12 meter. Op deze kaart zie je ook nog een stuk groen. Belangrijk om te weten, je ziet hier ook de, zeg maar de verboden ingang staan. Dus hetzelfde eigenlijk als een verkeersbord. En waarom is het hier verboden? Je ziet hier ook de kleine symbooltjes staan van vogeltjes. En hier lopen pieren. En je ziet hier ook. Rode stippenlijntjes. En dat betekent dat je achter dat gebied dus niet mag komen. Dus dit gebied is verboden toegang. Voor mij als bootvisser uh, is, is geen overlay eigenlijk uh, ja, mijn nummer één uh, keuze. Voor mij is het niet interessant uh, ja, wat ik zie op het land. Want daar kom ik toch niet. Maar heel veel mensen zijn kantvissers. Hè. Niet iedereen heeft een boot. En die willen toch vanaf de kant vissen. Nou, dan zou ik zeggen advies... Zet hem dan weer op de optie terrein. En als je op de optie terrein klikt, dan zie je dus heel gedetailleerd hier bijvoorbeeld dus wegen lopen. De, deze weg heet geloof ik rivierdijk. En die zie je helemaal lopen tot aan de pier. Dit zijn pieren. Dus je kan dus vanaf de weg, hier vanuit de Peulenstraat Zuid, kan je dus over de snelweg heen hier afzakken. Om op deze pier bijvoorbeeld te vissen. Dus ben je kantvisser? Dan zou ik zeggen of adviseren. Hè, kies de optie terrein. Of wat ook nog zou kunnen. Klik je op satelliet. En deze instelling die kent eigenlijk iedereen wel. Dan heb je eigenlijk je Google Maps. Dus eh, Navionics heeft eigenlijk voor elke smaak. Eh, hebben ze wat. Voor de bootvissers. Waarvoor de kant helemaal niet interessant is. Maar ook voor de kantvissers, die kunnen dat prima gebruiken. En mocht je ergens helemaal nieuw zijn en je wil bijvoorbeeld weten waar een trailerhelling is, dan kan je dus ook heel erg goed zoeken met de Google Maps overlay. Goed, we hebben alle instellingen nu juist staan. Nou, dan kunnen we, gaan we weer even terug uit het menu. En dan komen we weer bij de mapopties, units en de boating settings. Nou, als we klikken op units, dan hebben we nog de optie om de units in te stellen. Nou, op zich denk ik van achter een computer gezien is dat niet echt interessant, zeker niet voor het gebruik van benzine, hoe hard je gaat en de temperatuur. En dat is alleen relevant als je zeg maar echt op het water zit. Maar je kan wel de instelling bijvoorbeeld kilometers en meters. Die zou ik wel instellen. Je kan altijd zeggen: nou ja, liters, kilometer per uur en Celsius. Maar die zijn echt niet relevant. Nou, en dan gaan we uit dit menu weer terug. En als we daaruit terug zijn, dan kunnen we eigenlijk de settings afsluiten. Want dan zijn al onze instellingen gedaan. En dan kunnen we stekker gaan zoeken. Ik heb even deze kaarten bijgepakt om een aantal dingen te verklaren als je gaat zoeken voor potentiële visstekken. Tuurlijk, het blijft een theoretisch verhaal, want de praktijk moet het uitwijzen. Maar je kan middels kaartstudie natuurlijk al heel veel potentiële stekken naar voren halen en die systematisch gaan afvissen. Nou, vissen houden van veranderingen in de structuur. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als we hier bijvoorbeeld links kijken, hier zie je dus een, een onderwaterplaat. Eromheen wat diepe water. Nou, dit zijn eigenlijk al potentiële stekken wat vis aantrekt. Nou, wat zijn nog meer stekken? Je ziet hier bijvoorbeeld ingangen van een haven. Nou, die zijn zowel vanaf het water, de waterkant, dus voor de bootvissers goed te bereiken, maar die zijn ook goed te bereiken, dus vooraf de kantvissers, want die kunnen helemaal hierheen lopen. Nou, wat kan je nog meer zien? Je hebt hier bijvoorbeeld hele lange rechte kanten. He, daar zitten vissen natuurlijk zitten daar ook, maar met name houden ze van daar waar het gaat veranderen. Dus hier die knik maken naar een pier, of hier de knik aan de andere kant. Ja, dat zijn dus plaatsen waar de vissen graag zitten. Hier ook met steile kanten, he, want hoe dichter de lijntjes bij elkaar zitten, ja, hoe steiler het is. Ja, dus uh, hier zitten ook graag zitten de vissen. Nou, zo kan je eigenlijk alles in kaart gaan brengen. En op een manier dat je denkt van nou oké, okay, daar wil ik gaan vissen. Dit lijkt mij een, een, een mooie uh, stek. En tuurlijk, het blijft theoretisch, want de praktijk moet het uitwijzen. Maar zo kan jij dus met behulp van deze Navajongenskaart al jouw stekken al voorverkennen. Om ze straks in de praktijk af te vissen. Kan je eigenlijk alleen maar water in Nederland zoeken? Nee, nou je ziet het hier op de grote overzichtskaart. Je kan overal naartoe. Als ik op visstrip ga naar een Zweden bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik dus met behulp van deze kaart al mijn potentiële stekken in, in kaart gaan brengen. Ik kan kijken, oké, okay, waar wil ik vissen? Op welke manier? En wat is de beste plaats om dat te doen? En dat maakt niet uit of dat in Nederland is, Engeland, Ierland, eh, Zweden, Duitsland, noem het maar op. Overal is deze kaart toepasbaar. Als je nu bij jezelf denkt: ja, best wel handig, zo'n Navionics eh, kaart. Maar ik kan mijn computer niet meenemen naar de waterkant of eh, aan boord. Nou, uiteraard heeft Navionics daar ook over gedacht. Als je helemaal naar boven gaat, naar dat scherm, en je klikt even op products. En dan zie je bij product staan boating app. Nou, dan klik je even op boating app en dan kom je in dit scherm. De boating app is eigenlijk niets anders dan het kaartje wat we net allemaal behandeld hebben. Het voordeel is, je hebt hem altijd bij je. Overal waar je heen gaat, waar dan ook ter wereld, kan je deze app gebruiken gewoon op je telefoon. Ik gebruik hem ook altijd. Waar ik ook zit, overal toepasbaar. En ik kan je eerlijk waar zeggen, hij is net zo gedetailleerd en net zo zuiver als mijn GPS-kaart van Navionics in mijn dieptemeters. Nou, je ziet hier, je kan hem zelfs uh, tijdelijk eens een keer uh, als uh, proef uh, gebruiken. En uh, ja, ik zeg eigenlijk een must-have voor uh, iedere visser. Dan wil ik het hierbij afsluiten. Waar hebben we het over gehad? We hebben het over de Navionics-kaart gehad gratis te bekijken op het internet vanaf je desktop, maar je kan hem ook, zoals ik net zei, prima op je telefoon zetten. Je kan hem als proefperiode gebruiken, dus dan hoef je hem niet eens te kopen als je dat niet wil. Ik denk een super handig hulpmiddel voor iedere visser, of je nu vis vanaf de boot of vanaf de kant. Het is overal toepasbaar en je kan de mooiste en de beste stekken zoeken bij jou in je omgeving. En dat kan zijn in Nederland, maar dat kan ook zijn in het buitenland. Nou, ik hoop dat deze video jullie extra informatie heeft gegeven, dat jullie weer wat van op hebben gestoken en dat jullie daardoor in de toekomst misschien wel hele mooie vangsten kunnen doen. Dan wil ik jullie bedanken voor de aandacht en ik wil jullie uitnodigen voor uh, weer een nieuwe video te bekijken. Voor dit een leuke video, vergeet dan niet even op de subscribe button te drukken en een duimpje. Mocht je nog vragen hebben over deze Navionics kaarten, drop ze even in de comments en dan zal ik ze altijd beantwoorden. Bedankt voor hier en uh, onthoud, keep on hammering!